Sheikh Mohammed heeft net een geheim onthuld dat jarenlang zorgvuldig binnen de koninklijke familie werd bewaard. Het verhaal van Sheikh Rashid, ooit geprezen als de gouden prins van Dubai, was niet zo idyllisch als het publiek deed geloven. Achter de grandeur van het koninklijke leven lag een mysterie. Eén dat jarenlang verborgen is gebleven voor de wereld. Nu, met onthullingen die naar boven komen, circuleren vragen over wat er werkelijk met Sheikh Rashid is gebeurd in de publieke sfeer. Was zijn plotselinge dood echt het gevolg van een hartaanval? Of is er een donkerder, ongekend verhaal achter de prins die hij verborgen hield? De gouden prins van Dubai. Sheikh Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, de oudste zoon van Sheikh Mohammed, was voortbestemd voor grootheid. Geboren in immense privileges, was zijn leven gekenmerkt door voorbereiding op koninklijke taken, met zijn opleiding aan de elite-instellingen zoals Sandhurst Military Academy in het VK. Ondanks zijn rijkdom was Sheikh Rashid gedreven om een blijvende impact op de toekomst van Dubai te maken. Als jonge prins maakte Sheikh Rashid met zijn charisma en charme al snel indruk op het publiek, waardoor hij een favoriet werd binnen de koninklijke familie. De burgers van Dubai zagen in hem een afspiegeling van de ambities van hun stad en een leider die in de voetsporen van zijn vader zou treden en de transformatie van Dubai tot een wereldmacht zou voortzetten. Zijn prestaties in endurance paardensport brachten hem erkenning ver buiten de koninklijke sfeer en zijn filantropie, net als die van zijn vader, was diep geworteld in het verbeteren van levens. Jarenlang was Sheikh Rashid de gouden prins van Dubai, bewonderd om zijn sportieve talenten en zijn toewijding aan de publieke dienst. Maar toen hij zijn 30ste jaar inging, gingen er geruchten over groeiende druk en zijn plotselinge terugtrekking uit het openbare leven. Ondanks deze speculaties bleef het publiek Sheikh Rashid beschouwen als de vermoedelijke erfgenaam die Dubai naar een welvarende toekomst zou leiden. De val van genade, fluisteringen achter de schermen. Er begonnen berichten naar voren te komen dat Sheikh Rashid worstelde met persoonlijke problemen, met geruchten over drugsgebruik en afhankelijkheid die binnen koninklijke kringen circuleerden. Hoewel niet bevestigd, wierpen deze claims een schaduw over de onberispelijke reputatie van de prins. Fluisteringen over zijn onvoorspelbare gedrag en ongecontroleerde temperament begonnen op te duiken, wat wijst op groeiende spanningen binnen de koninklijke familie. Deze geruchten schetsten een beeld van isolatie en onrust, ver verwijderd van het publieke imago van Dubai's gouden prins. Als de oudste zoon van Sheikh Mohammed waren de verwachtingen die op Sheikh Rashid werden gesteld immens. Hij moest de erfenis dragen van een heerser die Dubai had getransformeerd tot een wereldmetropool. Maar naarmate de geruchten luider werden, verschenen er berichten over een ernstige voorval. Tijdens een verhitte ruzie, mogelijk aangewakkerd door drugs of woede, was Sheikh Rashid betrokken bij een gewelddadig voorval dat leidde tot de dood van een paleismedewerker. Hoewel dit nooit publiekelijk is bevestigd, nam dit gerucht een eigen leven aan en werd het een bepalend moment in zijn ondergang. Als reactie verwijderde Sheikh Mohammed stilletjes Sheikh Rashid uit zijn positie als kroonprins en schonk de titel aan zijn jongere broer, Sheikh Hamdan. De verschuiving, hoewel als natuurlijk gepresenteerd, gaf blijk van Sheikh Rashid's val uit de gratie, waardoor de eens zo levendige prins een schaduw van zijn vroegere zelf werd. Een mysterieuze dood op 33-jarige leeftijd. Wat we weten. Op 19 september 2015 werd Dubai geschokt door de plotselinge dood van Sheikh Rashid bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum op 33-jarige leeftijd. De koninklijke familie maakte bekend dat Sheikh Rashid een fatale hartaanval heeft gehad. Echter, het nieuws liet velen in verwarring achter. Hoe kon zo'n jonge, atletische prins, bekend om zijn competitieve uithoudingsvermogen en gezonde levensstijl, op zo'n vroege leeftijd bezwijken aan een hartaanval? Sheikh Rashid had gouden medailles verdiend op de Aziatische Spelen in Doha, wat zijn fysieke uithoudingsvermogen benadrukte. Voor iemand die ogenschijnlijk in topconditie was, leek de doodsoorzaak te simpel. Bovendien had Sheikh Rashid zich in de jaren voorafgaand aan zijn dood geleidelijk uit het openbare leven teruggetrokken, wat nieuwsgierigheid wekte. Geruchten over persoonlijke worstelingen, waaronder vermeend drugsgebruik en onvoorstelbaar gedrag, waren al binnen de koninklijke kringen rondgegaan. Na zijn dood kwam Dubai tot stilstand en rouw. Sheikh Rashid werd begraven op de begraafplaats Hurair, waar zijn familie en hoogwaardigheidsbekleders hun eerbetoon kwamen brengen. Toch bleven er vragen hangen. Had zijn plotselinge overlijden te maken met de druk van het koninklijke leven of waren de geruchten over persoonlijke demonen verbonden aan zijn heengaan? Tot op de dag van vandaag blijft de officiële oorzaak onveranderd, een tragische hartaanval. Geruchten over steroïden en roid rage. Een van de meest volhardende geruchten rondom de achteruitgang van Sheikh Rashid bin Mohammed betreft zijn vermeende gebruik van anabole steroïden
tijdens zijn carrière in de competitieve uithoudingswedstrijd. Bekend om zijn uitstekende prestaties en paardenevenementen, heeft Sheikh Rashid meerdere onderscheidingen ontvangen. Echter, concurreren op zulke hoge niveaus kan een enorme druk op het lichaam uitoefenen, wat sommige ingewijden doet speculeren dat Sheikh Rashid mogelijk naar prestatieverhogende middelen heeft gegrepen. Anabole steroïden, hoewel ze kracht en uithoudingsvermogen verhogen, kunnen ook ernstige bijwerkingen hebben, waaronder verhoogde agressie, hartproblemen en mentale instabiliteit. De beschuldigingen van steroïdengebruik kwamen voor het eerst naar voren uit koninklijke kringen en degenen die dicht bij de familie stonden. Rapporten suggereerden dat het onvoorspelbare gedrag van Sheikh Rashid, vooral in de jaren voorafgaand aan zijn dood, mogelijk konden worden gekoppeld aan roid rage, een fenomeen dat wordt gekenmerkt door gewelddadige uitbarstingen die verband houden met langdurig steroïdengebruik. Een schadelijk gerucht verspreidde zich verder over een gewelddadige confrontatie in het paleis, waaruit bleek dat Sheikh Rashid mogelijk betrokken was bij de dood van een paleismedewerker tijdens een woedeaanval. Dit voorval, hoewel niet bevestigd, zou volgens geruchten hebben geleid tot Sheikh Rashid's terugtrekking uit het openbare leven en de beslissing om hem als kroonprins te verwijderen. De koninklijke familie bleef stil over de zaak, wat de speculatie aanwakkerde. Hoewel de waarheid achter deze geruchten onduidelijk blijft, zijn ze een onlosmakelijk deel van Sheikh Rashid's erfenis geworden. De verborgen strijd van de prins, achter het publieke imago. Na stilletjes zijn titel als kroonprins te zijn ontnomen, nam het leven van Sheikh Rashid een dramatische wending, waarbij de degradatie niet alleen zijn titel ontnam, maar ook een diepgaande klap voor zijn identiteit betekende. Opgeleid vanaf zijn geboorte om Dubai te leiden, stond Sheikh Rashid achter de schermen voor enorme emotionele en psychologische onrust. Degenen die dicht bij de koninklijke familie stonden, beschrijven een jongeman die diep in conflict was, bezwaard door de druk van koninklijke verwachtingen. Het verlies van zijn titel liet hem worstelen met gevoelens van ontoereikendheid en teleurstelling. Opgroeien in de heersende familie van Dubai betekende torenhoge verwachtingen, en Rashid's falen om eraan te voldoen maakte hem steeds geïsoleerder. De snelle opkomst van Dubai als wereldstad intensifieerde alleen maar de eisen die aan de zonen van Sheikh Mohammed werden gesteld. Die werden gezien als reflecties van het succes van de stad. Sheikh Hamdan, kalm en verantwoordelijk, kwam op de voorgrond terwijl Rashid's leven uit de hand liep, wat het contrast tussen de broers vergrootte. De gespannen relatie tussen Sheikh Rashid en zijn vader voegde een extra laag toe aan de complexiteit. Sheikh Mohammed's hoge verwachtingen en de uiteindelijke beslissing om Rashid uit de lijn van opvolging te verwijderen voelde als de ultieme afwijzing. Privé trok Rashid zich terug in isolatie, worstelend met een gevoel van doelgerichtheid, terwijl zijn heldere toekomst in de vergetelheid verdween. Toch, ondanks zijn strijd, had het volk van Dubai sympathie voor hem en zagen ze een prins die overweldigd was door de druk van het koninklijke leven. Wat Sheikh Mohammed heeft gezegd. Na de plotselinge dood van Sheikh Rashid wendde het publiek zich tot Sheikh Mohammed voor begeleiding. Als heerser van Dubai droegen zijn woorden veel gewicht. Echter, in de jaren na de dood van Rashid is Sheikh Mohammed grotendeels stilgebleven over de controverses rond het leven en de dood van zijn zoon. De koninklijke familie koos voor een waardige private benadering met focus op rouw en herdenking in plaats van het ingaan op geruchten. Sheikh Mohammed heeft nooit publiekelijk de beschuldigingen van Sheikh Rashid's persoonlijke strijd, drugsgebruik of onvoorspelbaar gedrag aangesproken. Zijn officiële verklaringen over de dood van zijn zoon zijn kort en respectvol, met de nadruk op Rashid's prestaties in de sport en de publieke dienst. Kort na zijn overlijden uitte Sheikh Mohammed zijn verdriet, waarbij hij Rashid omschreef als een vriendelijke ziel die zich toegewijd had aan de dienst van zijn land. In overeenstemming met hun private aard heeft de koninklijke familie vermeden om de geruchten te bespreken en zich gericht op het eren van Rashid's nalatenschap. De stilte van de familie is een strategie geweest om de waardigheid van de koninklijke instelling te bewaren en te voorkomen dat er speculaties worden aangewakkerd. Sheikh Mohammed, bekend om zijn kalmte, zou zijn verdriet privé dragen en onthult details over Rashid's dood alleen aan de dichtste bij hem. Ondanks de aanhoudende controversies blijft de liefde en respect van de familie voor Rashid duidelijk en de volledige waarheid achter zijn leven en dood zal mogelijk nooit publiekelijk worden onthuld. Wat denk jij dat de mysterieuze omstandigheden rondom de laatste jaren van prins Rashid's leven echt inhielden? En denk je dat roid rage en zelfs moord hebben geleid tot zijn ondergang? Deel je gedachten in de reacties, we horen het graag.